allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is maandag vandaag en de eerste werkdag van de week zit er weer op. Beetje slecht weer gehad, regen. Het is nou weer even momenteel even droog, maar het is een beetje, ja, het is een beetje aanmodderen vandaag met het weer. Ik zal dus even een lichtje aangooien, want ik merk de laatste tijd dat het nogal donker is. Zo, kunnen jullie me wat beter zien. Nou, in ieder geval, de eerste werkdag zit erop en vanavond ga ik misschien nog even livestreamen. Jullie weten het, een beetje zo het bekende praatje. Ja, verder niet echt veel meegemaakt. Ja, mijn collega die had een ongelukje, maar dat kan gebeuren. Ja, verder niet echt veel meegemaakt, dus ja, ik zit eigenlijk te wachten op zaterdag, hè. Zaterdag de grote dag. De mini-meeting in Arnhem. Ik hoop dat er de mensen komen. Ik hoop het. Ik zou het echt totaal niet weten. En ja, we gaan het wel zien wat het maandag wordt. Ik ben echt reuze benieuwd. Nou, ik ga nog eventjes verder aan deze kant. Ik moet de vlog nog even van gisteren even af-editen. Maar dat was al bijna gebeurd. Ik moet er maar een klein stukje aan te doen. En dan moet ik hem even uploaden. En ik moet nog even de vlog van vandaag eventjes een beetje bijwerken. Dus ja, dat zijn even de dingen die ik even nu ga doen. Ga ik daar even op eten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, het is inmiddels 1 uur en ik ga slapen. Ik heb geen livestream meer opgenomen, maar ik heb wel een nieuwe aflevering opgenomen van Planet Coaster. Ik ben weer bezig met een nieuw park. En ja, Fantasy World heet het. Ja, het wordt toch slechte weer buiten het herfst en binnenkort de winter. En dan zit je toch meer binnen dan dat je buiten bent. In de winterperiode. Dus ik ben van plan om een nieuw park te maken. En dit keer moet ik hem echt afmaken. En wil ik hem ook echt thematiseren. En ga ik niet over één dag reis. Ik ga het echt helemaal netjes aanpakken. Helemaal thematiseren en gaan we er wat moois van maken. Nou, morgen ga ik weer aan de slag, morgen weer werken en morgen weer koken als ik weer thuis ben. Dus nog zat dingen te doen. Ja, weer een korte vlog. Ik heb die vaak genoeg zeggen, jeetje wat een korte vlog zal allemaal zeg. Maar ja, ik heb gewoon niet zoveel te melden. Ik wil er even een stukje zitten kijken van Medisch Centrum West. Jeetje, dat was een tijd geleden dat ik dat gezien heb, zeg. Dat is echt jeugdherinneringen. Wat was dat een gouden serie? Wat heb ik dat altijd zitten volgen, zeg. Maar wel leuk om al die oude stukjes weer terug te zien. Dat vind ik ook het geweldige van YouTube. Dat je wel eens hele leuke oude fragmenten terugziet van vroeger. Ja, dat is echt leuk. Nou, ik ga dan bij deze even neerleggen en dan zie ik jullie allemaal en spreek ik jullie allemaal morgen weer. Ik zou zeggen, welterusten voor... Ik zou zeggen, welterusten voor dadelijk. Nou, ik zou zeggen, doe even dat blauwe duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.